Zoals jullie zien zit er bovenaan de stam nog een touw vast. Dat is ook een onderdeel van mechanisch voordeel. Vorige week heb ik jullie laten zien dat bij struiken je heel makkelijk eruit kunt trekken met een wiel ertussen. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een stronk eruit haalt van een boom. Deze spar was ongeveer 20, 25 centimeter diameter aan de onderkant. En de uitgraaf is natuurlijk heel erg lastig omdat hij dikke wortels heeft. Dus we hebben een stuk stam laten staan. En aan de bovenkant de touw vastgemaakt ervast. Dan zetten we hem straks voor de auto. Jullie zien hier de wortels die ik al door heb gehakt. Ik heb hem eerst rondom uitgegraven, ruim het grond weggehaald, waardoor alle wortels goed bereikbaar zijn geweest. Die heb ik allemaal doorgehakt, de grotere wortels. En dan gaan we hem nu proberen om te trekken. Doordat we het touw hoog hebben bevestigd, hebben we straks een enorm mechanisch voordeel. Omdat we een lange arm hebben, daar kunnen we heel veel kracht overbrengen op de wortels, waardoor die er hopelijk snel uitkomt.